Aan de orde is de uitspraak in de zaak van, ik zal het blijven noemen, mevrouw Verschuur, want het is de naam die zij wil gebruiken. Twee weken geleden is de zitting geweest en vandaag doe ik uitspraak en dat is meteen schriftelijk. Ik zal u niet het schriftelijk vonnis voorlezen, maar een korte samenvatting van wat daar ongeveer in staat. En de eerste vraag die ik heb moeten beantwoorden is, wat is nou eigenlijk gebeurd op die 16 juli 2014 in het stadskantoor in Alphen aan de Rijn? Want daar was een overleg tussen de fractievoorzitters, een aantal fractievoorzitters, waaronder verdachten en aangeefster. En tijdens dat overleg heeft een confrontatie plaatsgevonden tussen verdachte en aangeefster. En daarbij is verdachte zodanig wild uit haar stoel gesprongen dat die stoel is omgevallen. En vervolgens heeft zij woedend de ruimte verlaten. En vaststaat dat zij daarbij iets tegen aangeefster heeft gezegd en ook naar haar heeft gewezen. En de vraag is of zij toen aangeefster heeft bedreigd en beledigd. Ik ben er niet bij geweest, ik moet het doen met wat er in het dossier staat. En van belang is dat wanneer sprake is van zo'n korte, heftige confrontatie waarbij iets wordt geroepen, het meestal zo is dat de verklaringen van degenen die erbij waren over wat er precies is gezegd nogal onderling afwijkend zijn. Maar dat betekent niet dat iemand liegt of iets anders verkeerd zegt, maar simpelweg dat hij het zich niet goed herinnert of anders herinnert. De eerste vraag is, was er sprake van een bedreiging? En duidelijk is dat de aangeefster zich heel bedreigd heeft gevoeld. Zij heeft zich gevoeld bedreigd met dood. Eén getuige heeft verklaard dat hij verdachte heeft horen roepen, ik kan je wel vermoorden. Maar zo'n uitlating is, zoals ook de verdediging heeft aangevoerd, meer een gemoedstoestand. Het is niet direct een strafrechtelijke bedreiging. Andere getuigen hebben niet verklaard dat ze hebben gehoord dat zij bedreiging heeft geuit. Dat betekent dat verdachte wordt vrijgesproken bij gebrek aan bewijs van dit feit. De volgende vraag is, was er sprake van belediging? En van belediging is sprake als het gaat om een uiting over een persoon in het openbaar die onnodig grievend is en iemand aantast in zijn waardigheid. En vaststaat dat verdachte iets heeft gezegd waarbij vier anderen aanwezig waren. Dus daarmee is wat mij betreft sprake van een uiting in het openbaar. Maar wat is er precies gezegd? Volgens verdachte heeft zij tegen aangeefster geroepen, wat ben je toch een gemeen leugenachtig rotwijf. Volgens aangeefster zou ze hebben gezegd, je bent een klerenwijf, je bent een tyfuswijf. Twee andere aanwezigen verklaren dat ze woorden hebben gehoord als kutwijf, gemeen loeder en teringwijf. En een derde aanwezige heeft haar horen zeggen, leugenachtig wijf. Als ik het allemaal naast elkaar zet, dan ben ik van oordeel dat verdachte niet alleen heeft gezegd dat aangeefster een gemeen leugenachtig rotwijf was, maar ook woorden als klerenwijf, kutwijf, teringwijf en leugenachtig wijf. En hierbij gaat het om bewoordingen die naar hun aard zonder meer beledigend zijn. Verdachte heeft daarbij gewezen naar aangeefster, dus duidelijk was ook haar opzet dat zij aangeefster wilde beledigen. De volgende vraag is dan of dit strafbaar is, want volgens de verdediging is dat niet het geval. In het politiek debat laten deelnemers zich per definitie kritisch uit over hun politieke tegenstanders en die moeten ook over enig incasseringsvermogen beschikken, zegt de verdediging. En daar ben ik in dit geval niet mee eens. Het gaat hier niet om een kritische uiting als onderdeel van een politiek debat, maar om iemand die woedend en scheldend wegloopt uit het debat en scheldt op haar opponent. Ik zie niet in hoe dit op enige manier een bijdrage kan leveren aan een politiek debat. Dat verdachte woedend was, dat is duidelijk. Dat zij vond dat aangeefster niet de waarheid sprak, wil ik nog best wel aannemen. Maar ook dan heeft zij zich in het bijzijn van anderen onnodig grievend uitgelaten tegenover aangeefster. De verdediging is ook van mening dat de uitlating van verdachte moet worden gezien als kritiek op het bestuurlijk handelen van aangeefster. En in onze democratie mogen daaraan geen beperkingen worden gesteld. Ook hier ben ik het niet mee eens. Ook binnen de setting van een politiek debat, en misschien wel juist daar, dienen personen met een publieke functie als verdachte de fatsoensnormen in acht te nemen. Door de wijze waarop verdachte zich in woord en gedrag tegenover aangeefster heeft opgesteld, heeft zij die normen geschonden. Er is dus sprake van een strafbaar feit en de verdachte die strafbaar is. Welke straf moet er dan volgen? Verdachte heeft de aangeefster ten overstaan van medegemeenteraadsleden beledigd en haar respectloos behandeld. Het gaat om een zaak die veel media-aandacht heeft gekregen in Alphen en in omgeving. Duidelijk is dat zowel verdachte als aangever daaronder hebben geleden. Aangeefster heeft in dit verband ter zitting aangegeven dat zij haar raadswerk niet meer met veel plezier doet. Ik moet dan ook constateren dat eigenlijk alleen maar sprake is van verliezers. Het is ook jammer
dat een mediation traject tussen aangifte en verdachte niet van de grond is gekomen. Verdachte is 70 plus. Ze heeft geen relevant strafblad. Ze heeft over zichzelf verteld dat ze het hart op de tong heeft en de waarheid zegt. Uit het dossier komt naar voren dat ze dat ook vrij ongeremd doet, zich daarbij grof kan uiten en in haar woordgebruik vaak te ver gaat. Blijkbaar is daar binnen de gemeenteraad tot op heden gereageerd met de opmerking: ach, het is Wilmaar. En dat verklaart mogelijk ook waarom verdachte zich nu feitelijk ook slachtoffer voelt en heeft geweigerd excuses aan te bieden. Verdachte dient zich echter te realiseren dat zij onnodig kwetsend is geweest in haar woordkeus en dat niemand, ook niet binnen de politiek, dat van haar hoeft te accepteren. In dit soort zaken is een geldboete de gebruikelijke straf en de geldboete ga ik ook opleggen. Dus waar komt het op neer? Verdachte wordt vrijgesproken van de bedreiging. Verdachte wordt veroordeeld voor de belediging. Ze wordt veroordeeld tot een geldboete te betalen aan de staat van 150 euro. En als dat niet betaalt, moet ze daar 3 dagen voor gaan zitten. Dit is het vonnis. Verdachte heeft fit naar de tijd voor hoger beroep. Dank u wel.